Hey, leuk dat je weer kijkt naar gaming. Ik ga vandaag iets totaal anders doen dan Black Ops 3 of GTA. Het is namelijk een simulator waar ik vanaf nu een let's play ga doen. Schrik niet van de ontzettend, het is niet heel slecht, maar het is niet een al te goede graphics. Laat ik eerst even vertellen wat het spel is. Het is Bus Simulator 16. Bus Simulator 16. Zoals ik zei, misschien het woord eigenlijk al zegt. Het is een simulator van de bus. Het is wat simpele variant. Ik weet niet als mensen optie 2 kennen. Of ja, ik zeg altijd optie. In ieder geval, het is ook een bus simulator, maar wat net ingewikkelder. En ik krijg mijn stuur daar niet op aangekoppeld. Het stuur wat ik gebruik is de Logitech G27. Ik heb het een klein beetje ingesteld. Oké. Hier zet ik even het spel op pauze, want ik ga mezelf nu even verbeteren. Het stuur is super awesome en er is zeker niks mis mee. Het spel is alleen niet zo uitgebreid, dus ik kan er niet zoveel opties van het stuur erbij gebruiken zoals het schakelen. Dus het lijkt zo meteen dat het ligt aan het stuur, maar dat is dus niet zo. Het ligt gewoon compleet aan het spel. Het is een beetje simpel ingesteld, zeg maar. Het is een wat simpele variant. Het is net uit, dus ik ga nu eerst eventjes laten zien wat het allemaal kan. Maar omdat we dus een helemaal nieuw gaan beginnen, gaan we dus beginnen met een nieuwe buslijn en een nieuwe, nieuwe company. Ik noem de company noem ik Twent. En vanaf nu gaan wij, gaan we beginnen. Ze hebben een kleine update er al voor uitgedaan, omdat het FPS gewoon echt dramatisch is. Ik met een 79. En een dikke i5 kan het niet fatsoenlijk draaien. Het is een beetje een crappy spel. De loading times hebben ze iets verbeterd. De FPS hebben ze iets verbeterd. Wat betreft graphics, je kunt echt zien. De graphics zijn niet al te best. Met een high-end videokaart zou je hem makkelijk moeten kunnen draaien. Ik heb het op medium staan en nog steeds haal ik nog niet eens zo'n goede FPS. Op dit moment, de loading screens altijd wel. Maar ja, het is super slecht geoptimized. Dus, do you want to play the tutorial? Waarom niet? Voor de mensen die het leuk vinden, die kunnen de tutorial meekijken. Ik weet er ongeveer hoe het gaat, dus ik kan je het vertellen. Dus, dan kun je ook deels meelezen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Als jullie dit een leuke serie gaan vinden. Hey, zoals je ziet, de graphics zijn niet altijd hier. Geweldig. Oh ja, het lopen is daar moet je niks van aantrekken, want het zijn kleine dingen. My name is Ben. We talked on the phone. Zo, nice zie to finally meet you. You're pretty punctual. I like that. Ja. I'm glad you decided to buy the company. I'm pretty much ready to retire, Tuurlijk. Spend more time with my old lady. Kiel gaat dus met pensioen. We nemen dus zijn bedrijf over. Kijk, mooie auto's. Hey. We nemen zijn bedrijf over. Hij gaat ons leren hoe je op de bus moet gaan rijden en dan krijgen wij Why don't you open the doors so we take a seat? Bovenin staat de uitroepteken staat hier wel wat we moeten doen. Take a seat. Now let's hear her purr. Doen we. We moeten de motor starten en dan kunnen we doen met de key. Ik heb het ingesteld, dus ik moet drie keer draaien. Oh, nice. Ik zie de sleutel helemaal opgedraaid. Oh, en daar is het geluid. Before we go, turn on your lights. See and be seen. Zo, en dan de cockpitlichtjes aan. Dan moet je hem aan. Ja, ik wil hem niet altijd de maan hebben, dus ik heb hem gewoon daglicht aan. We hebben de in-cabine lichtjes gezegd. Cockpit, cashier light, dus deze lichten wat hier hebben. En achterin in de cabine, hier is, even kijken, hier zo ergens. Hebben wij hem cabine lichtjes aangezet. Close all doors, one or two. Nou, we hebben één deur openstaan, dus de eerste deur gaat dicht. Dat is het. Dan rust ons nu alleen nog eventjes het van de handrem afhalen. En dan zijn we klaar om te gaan. We hebben een mooie tomtom erin zitten. We moeten trouwens ook hoofdrekenen in dit spel. Kan ik je alvast verklappen. Ik verklap volgens mij veel te veel voor dit spel. Maar goed. If you think you're ready for a real run, let's head towards the exit. Even kijken. Als we klaar zijn, dan mogen we de weg op. Nou, hier kan ik mooi voorlangs. Even snel weer terugdraaien en in first person gaan. Time to pick up our first person, natuurlijk. I have a route prepared for you. You can use the GPS over here to guide yourself. Okay, gaan the we hier first bus stop is coming up.
Try parking as close to the sidewalk as possible and right in the middle of the stop. Passengers just love that. Oh, ik ben niet al te goed te rijden. Don't forget to put the right turn signal on. Had ik aan. Stop. Junction Street. Gas. Stop. Now engage the frequent stop brake. Kneel die naar beneden. And open the doors. En nieuw de bus. Dat doen we dus met een knopje. Dan gaat de bus iets schuiner. Dat zul je zo nog een keer zien. Process, iedereen heeft ingestapt. Dus dan kan ik de deuren sluiten. De kneeling kun je niet zien. Frequent stop brake. En de handrem eraf. En ja, we moeten op tijd rijden zoals je linksbovenin ziet. Let me give you a piece of advice. Commuters love a driver who's always on time. And drivers love happy commuters. So try to reach each bus stop in time. Next stop, Sky Arrow Tower. Het is op zich best leuk om te spelen. Het kost wel even tijd misschien om alles onder controle te krijgen. Enable speed control ga ik niet doen. Ik weet namelijk niet hoe dat allemaal is ingesteld. Volgens mij is de tutorial net iets anders dan alles staat ingesteld. Dus dan krijg je valse buttons en ja. Tenminste, ik doe het gewoon lekker zo op mijn manier. Ik weet hoe het inmiddels werkt, dus ik kan jullie dat een beetje uitleggen. Maar zoals je kunt zien zijn de graphics niet altijd helemaal fantastisch. En ja, de FPS zoals ik zei ook niet. Dit is medium settings. Ik heb anti-aliasing volgens mij niet aanstaan, wat de kattenrandjes weghaalt. Dus dat is ook een klein dingetje. Ja, zo gauw de game helemaal geoptimized is, ben ik runt het natuurlijk in ultra settings, dus dat is op zich wel heel mooi. We moeten hier zijn, dus we doen het signal uit en dan proberen we de busrandje niet te raken, of een stoeprandje. No. Even remmen. Stop. De parking brake erop. En dan gaan we erin. Zo, kan iedereen erin? Zo, iedereen binnen? Ja, volgens mij wel. Ik kan het altijd hier een beetje zien. Dan doen we de deuren dicht. Dan doen we die dicht. Hey, indicator gaat de andere kant op. Like a really nice person. Thank this you, business needs more people like you and me. Ik ben een hele aardige. And man, it can get to be very rewarding. This one time I was driving the bus through the city. Die vrouw moet ik officieel voorlaten. Ik weet niet of ze dat wil. Ja, trying to get to school. Suddenly I pass out. I don't know what happened. But I'm pretty lucky those kids were riding on that day. They reacted pretty quickly. One of them just took the wheel, turned off the ignition, and guided the bus until it stopped rolling. This other kid noticed I wasn't breathing. He quickly called the ambulance and tried performing CPR. It was all over the news. If it wasn't for those kids, I wouldn't be here. I wouldn't be retiring. If I was their dad, I would be really proud. Life, man, you never know. Next stop. Zoals ik het zie in het midden van op het dashboard zie je dat groene lampje branden. Dat lampje zie je hier branden. Dat betekent dat iemand bij de volgende bushalte wil, eruit wil. Volgens mij betekent dat dat. Dus ja, we rijden nu gewoon lekker naar de bushalte toe. En dan ja, stoppen we daar even om die mensen eruit te laten natuurlijk. En nieuwe mensen erin te laten gaan. Het is uiteindelijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk geld verdient. Uiteraard, dus het zijn altijd vaak wel met simulator games, natuurlijk. Moet je deze kant op draaien. Zo. Stop. De word of advice. Always kneel the bus before you open the doors. Ja, ja, ja. Ik weet het. Het doet niet altijd, inderdaad. Zo. Achterdeur. Looks like a door got stuck. This happens sometimes. Don't worry. For an old bus like this, it's normal. You'll have to leave the seat and go to the door. Try loosening it up. Zo, ik heb het al een keer gedaan, dus ik weet hoe het moet. Done. Now just get back and let's keep rolling. Remember, ik doe dat even snel, omdat ik dus één weet hoe het moet. Open. It's very dangerous. Dus zoals ik zei, omdat ik weet hoe het moet. En ja. Daarom doe ik dus dit even snel, omdat we dan nog tijd moeten rijden. Nu hebben we nog tijd zat om naar de rest te komen. Volgens mij praat ik niet zo. Maar niet uit. Even kijken. We gaan op naar het volgende busstation. We gaan altijd er lekker doorheen. Zo zie je. Ik geef lekker gas dan, maar volgens mij mogen we hier toch gewoon 50. Mochten we 30, ik heb geen idee.
bijremmen. Het was nog groen. Je krijgt ook echt een boete als je door rood rijdt of wat dan ook. Dus dat is op zich wel realistisch. Ho, in ieder geval moet ik ook voorlaten. Kan ik wel weer door. Zo. Enable the right indicator to stop. Ja, ik weet het. En de behalte. A word of advice. Always ja, ik weet het. Before you open the doors. Passengers will thank you. Junction Street West. Oh, dat is dus een knopje. Good morning. You need a ticket? One moment, please. Oh, ja. Look, a passenger Kijk. Needs to purchase Run a ticket. Regular trip you will have to ticket. Operate the ticket printer Klik and je daarop the cash register. En print. Dan moet je dus gaan uitrekenen hoeveel je terug moet geven. Nou, ik weet dat inmiddels een beetje. First, choose the ticket the passenger wants to purchase. To finish with the ticket, just tap on print. Ja, meneer, ik ben al klaar. Ik heb het ticket al uitgedeeld. Of weet je die? Had je niet verwacht, hè? Nou, dan kunnen we weer gaan. Ik sluit de deuren. Ik ga rechtsaf. Die meneer die slaat die wacht netjes op mij. En dan kan ik netjes deze kant op. Op dat gebied doet de AI driver is dat best wel netjes. Oh, ja, die mensen laat ik niet voor. Next stop, Thackeray Street. Nou, moeten we hier linksaf? Ja, we moeten hier linksaf. Zoals ik zei, ik gebruik een Logitech G27. Tenminste, dat had ik volgens mij al gezegd. Ja, wat ik jammer vind, wat ik toch eigenlijk best wel jammer vind, ja, aan het spel. Is je kunt de laatste shifter niet gebruiken. Wat we ook niet kunnen doen is de clutch gebruiken. De clutch zeg ik altijd. Ik ben de clutch kwijt. Nee, haha, joke. Nee, de koppeling kunnen we helaas niet gebruiken. We moeten deze kant op, we moeten eerst even die kant voor laten gaan. Dus ja, sorry mensen, kan ik niks aan doen. Die mensen moeten gewoon voor. Stopt die? Ja, die stopt. Dat is mooi. Kijk. Hier mogen we 50. Hoppakee, en hier hebben we de volgende bushalte alweer. We zijn er goed op tijd. Zo. En dan kunnen we zo naar achteren kijken wie er allemaal uitgaat. Ah, dat vind ik wel ideaal soms. Mogen waarschijnlijk wel iemand een ticket? Good morning. You need a ticket. Twee one regular moment, tickets. Look, trip one. A passenger needs to purchase a ticket. You will have to operate the ticket printer and the cash register. I think I'll need several tickets, please. First, choose the ticket the passenger wants to purchase. To finish with the ticket, just tap on print. Nou, meneer, heb ik gedaan. Hoe vind je die? Ik doe de bus weer terug. Doe de deuren dicht. En daar gaan we. Even kijken, ja, nu moet ik straks die kant op, dus dat wordt leuk. Die auto naast mij, die vindt het misschien ook leuk om die kant op te gaan. Dus ik ga even snel om deze kant. You know, for me the best part of this job is just driving down the street, meeting all these interesting people. It's fantastic. Ja, is heel interesting. But boy, let me tell you, this job is a feat of patience. There are people, and then there are people. But you just go out there, dus ja, als do jullie your job, op zoek zijn dan naar een stuur, het is misschien wel een best wel duur stuur. Je kunt hem op Marktplaats, kun je hem misschien wel kopen, wat dan ook. Of gewoon natuurlijk via een webshop. Het is best een heel goed stuur, tenminste naar mijn mening. Het is een heel mooi stuur. Als die man eens even door kan rijden. Oh, nu druk ik op het menu. Als die man eens even kon doorrijden, dat zou wel fantastisch zijn. Rijden, Mattie. Kom op. Kom op, Mattie. Gas geven met die bak. Goed zo, jongen. Dat is chill. Zo, daar staan we dan. Hoppakee. Hier de bus. Have a nice day. Nou, iedereen stapt mooi uit. Iedereen eruit is. Iedereen is eruit. Nou, dan kunnen we de deuren weer dicht doen. Die. In sommige games werkt het dus echt gewoon fantastisch. Ho, de deur weer open. Het stuur werkt dus in sommige games fantastisch. Dit spel wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het spel is nog niet zo lang uit. Helemaal niet zo lang eigenlijk, voor mijn paar dagen. Ja, het moet nodig gepatcht worden en dergelijke. Dus ja, op zich, het kan nog wat worden. Dus laat ik het zo zeggen.
Het is, tot nu toe vind ik het leuk om te spelen. Het is een leuke let's play, denk ik. Denk ik. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Of gaan vinden. Okay, laat me wel eens head to the bus depot and end our ride. Van deze video's. Dus ik ben benieuwd. Of laat ook even een suggestie achter wat je graag wil gaan zien. Even kijken of hier rechts gaat. Ja, moet hier rechts. Oh, gast. Wat rem jij snel? We moeten de bocht wat groter maken. Even kijken. Hoe raken we niks? Oh, dacht ik ben net mis. Ja, ik ben benieuwd. Here we are. Just park over there. Bus hierop, huppakee. Bijna, bijna, oh, bijna mis. Zo, parking brake. Enable the parking brake, oops, sorry. Turn off the headlights. Cabine lichtjes well uit, die uit, klaar. Now, over there is the office. Your office, now. Where? 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 Where the fuck is the office? Oh, we zijn er al, oops. Even kijken. Hey. Ben speaking. I'm calling because oh ja, die I mag geen altijd wat helpful advice. So let's get started. Right now the city is in dire dus need dit is het begin of van transportation. So many people, so few buses. The mayor is giving incentives to new companies that are willing to work with City Hall. Just follow the requirements that you see in this list and they will provide you with a new bus for the company. Oh, isn't that aan. Great? Anyways, als ik het dus goed begrijp, krijgen we dus straks gewoon een gratis bus. Als wij de opdrachtjes uitvoeren wat we moeten doen. Oh, right. Almost forgot. I sent you some notes on how to customize your buses. See you later. Ja, helemaal goed. See you later, man. In ieder geval moeten we dus deze opdrachtjes uitvoeren om een nieuwe bus te krijgen. We krijgen dus gratis een nieuwe bus. Dat betekent dat we dan straks volgens mij twee bussen hebben, als ik het goed heb. Dus dat ben benieuwd hoe dat wat. Drive the existing route. Ja, yeah. Give the bus a new paint job. Paint job tutorial. Dat kunnen we dus doen. Ze willen ons eerst eventjes hebben dat we deze gaan rijden. Maar dat gaan we nu niet doen. Dat gaan jullie zien in de volgende aflevering van Bus Simulator 2016. Of 2016 beter gezegd. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze bus simulator te kijken. Ik hoop dat je er ook naar uitziet om meer van deze afleveringen over deze, ja, over deze game te zien. Laat me even weten wat je van deze video vond. En of er meer van moet komen. En wat jij eventueel nog graag wil zien op dit kanaal. En hoe ik het kan verbeteren. Er is een hele hoop wat je trouwens kunt noteren. Dus je kunt sowieso een reactie achterlaten. Vergeet niet om even een blauw duimpje omhoog te doen. En even op abonneerknopje te drukken als je meer op mijn kanaal wil zien. Dan zie ik jullie gewoon terug bij de volgende aflevering. Zie je later.